Ook de zaterdagkrant van BN De Stem staat weer in het teken van Haiti. Zo hebben we weer nieuws over het project van de Zundertse broeder Gerard in dat land. Hij runt daar een weeshuis. En dat project is erg populair als het gaat om giften. En maar liefst 150.000 euro is al overgemaakt op het Giro-nummer van de broeder. In onze Spectrum-bijlage hebben wij een interview met de Belgische Ninja Meeuwis. Zij is een van de assistenten van broeder Gerard en vertelt over haar ervaringen tijdens de aardbeving. En op onze opiniepagina en bijdrage die ingaat op de vraag waarom gemeenten eigenlijk geld zouden moeten bijdragen aan Haiti. Dat particulieren dat doen, oké, dat kan, dat is een keuze. Maar waarom zou een gemeente als Breda bijvoorbeeld 85.000 euro aan gemeenschapsgeld overmaken aan slachtoffers van de ramp?